Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding. Het adres tegen huiswerkstress. De amateurfotografenvereniging De Veluwe viert het 75-jarig bestaan. We gaan dit jubileum vieren met een heleboel activiteiten waar de bewoners van Apeldoorn bij betrokken zijn. We beginnen met de opening hier in het aardhuis met een expositie van 35 foto's van de mooiste foto's van de Veluwe. Daarna hebben wij een scholenproject. Daar gaan kinderen van groep 5, 6 gaan foto's maken in hun scholenomgeving. En zij moeten de mooiste foto's maken om een verhaal te vertellen. Ze krijgen dan eerst een uurtje les. En daarna krijgen ze dan de foto's worden gemaakt, wordt een collage van gemaakt, gaan ze exposeren in het gemeentehuis. En daarnaast hebben we natuurlijk onze grootste activiteit en dat is Orpheus. Op 19 september kunnen mensen genieten van 3 fotografen. Johan van der Wielen is een natuurfotograaf. Hij maakt heel mooie foto's van Terschelling, van alles eigenlijk wel. Daar gaat hij een verhaal over vertellen. Sushila Kouwen is ook een goede fotograaf, is wel bekend. En Jurgen Onland. We gaan even terug naar vanmiddag. Hoe lang is deze tentoonstelling te zien? Deze tentoonstelling is tot 31 mei te zien. Van 6 april tot 31 mei. Tijdens de openingsuren van het aardhuis, neem ik aan? Tussen 10 en 5 uur 's middags. Je noemde net een heleboel dingen. Waar kan ik meer informatie verkrijgen? Jullie hebben vast een website. Ja. Develuwe.net. Dan gaan jullie direct, komt u dan op de jubileumpagina. En daar staan alle activiteiten die we dit jaar gaan doen tot het eind van het jaar. Ik ben Gerrit Scholten, voorzitter van de fotoclub Amateurfotografen De Veluwe. We bestaan 75 jaar. Het is een bijzondere leeftijd toch voor een fotoclub. Dat vieren we met allerlei activiteiten. Een van de activiteiten, daar staan we hier nu voor. Een prachtige mooie expositie. Na een kort welkomstwoord van Gerrit Scholten, voorzitter van de Amateurfotografenvereniging De Veluwe, werd de tentoonstelling geopend door Yvonne Harrivan, adviseur cultuur van de gemeente Apeldoorn. Zij kwam in de plaats van wethouder Peter Messerschmidt, die op het laatste moment verhinderd was. Goedemiddag allemaal. We noemen Apeldoorn heel vaak de hoofdstad van de Veluwe, want zo voelen en zo zien we dat ook echt. Onze groene en royale stad staat erom bekend dat we een gemeente zijn met een stad en dorpen die omringd worden door de waanzinnig mooie natuur, wat ik net al vertelde. En natuurlijk boordevol mooie inspiratiemomenten om deze foto's te maken. Maar ja, dat weten jullie allemaal beter dan ik waarschijnlijk. De wethouder heeft de foto's al van tevoren mogen bekijken. In een speciaal boekje dat voor deze tentoonstelling is samengesteld. Hij laat weten dat hij onder indruk is van alle foto's. En vooral ook de combinatie met de omschrijvingen erbij. Dan rest mij nog om jullie te feliciteren met 75 jaar fotoclub. We zijn trots op alle amateurverenigingen die wij hebben. En dat zijn er echt een heleboel in Apeldoorn. Maar dit is toch wel een behoorlijke mijlpaal. Dus gefeliciteerd. Geniet van dit jubileumjaar en deze bijeenkomst. En daar zullen we elkaar nog zeker treffen.